En om na te gaan wat de wetgeving zegt ten aanzien van discriminatie en om de LGBTQ+ gemeenschap in Suriname te ondersteunen, heeft Stichting Projecta in samenwerking met Parea een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek stond onder leiding van de jurist Milton Kastelen en is gefinancierd door de Europese Unie. Het onderzoek zijn vandaag door Kastelen gepresenteerd. Volgens Shada Ganga, directeur van Stichting Projecta, is het belangrijk te beseffen dat elke burger dezelfde rechten dient te hebben. Stichting Projecta is samen met partnerorganisatie Parea zijn we samen bezig een programma uit te voeren dat heet Stand With Us. En dat programma is erop gericht om gedurende een paar jaar activiteiten te ontplooien die moeten bijdragen aan een Suriname waar LGBT'ers dezelfde rechten hebben als alle andere mensen in Suriname. Dus het is een programma dat zich richt, zoals ik net vertelde, op de wetgeving. Wat klopt nog niet? Het richt zich op algemene bewustwording van het publiek en het richt zich ook op het versterken van LGBT-organisaties. Patrick Liesdek, LGBTQ+ Archives and History Coordinator, zegt dat de discriminatie tegen de LGBTQ-gemeenschap niet in de weg mag staan van juridische gelijkheid. Nou kijk, de discriminatie en de sentimenten tegen LGBT, die zijn niet van vandaag. Die zijn opgekomen ongeveer de derde eeuw na Christus al. Daarvoor was het een algemeen bekend fenomeen. Toch? In Afrika, Noord-Afrika, in Europa, de Grieken, de Romeinen, maar ook op ons continent. Toch? De Indianen, de two-spirited people. En dat is allemaal weggevaagd door het kolonialisme. Want mensen moesten onderdrukt worden. En één manier om mensen te onderdrukken en je aanzicht aan je te onderwerpen, is die minderheidsgroepen pakken. Waarbij je een beetje kans van slagen hebt, waarbij je de publieke opinie kan beïnvloeden. En precies diezelfde tactiek wordt nog steeds gebruikt in de politiek. Niet per se in Suriname, iets minder in Suriname, maar in landen zoals in Rusland en Amerika zelfs. Worden die anti-homo sentimenten echt politiek gebruikt om de LGBT neer te zetten als de vijand, de duivel. Op basis van de resultaten beoogt de organisatie de komende tijd te werken aan juridische gelijkheid. Het is een onderzoek die richting moet geven aan de komende strijd, zegt Ganga.